En nu begrijp ik de vraag. Ja. Yes! Wat zijn uw taken zoal? Stop. Ik denk de telefoon opnemen. 100% zeker weet. Yes! Hallo, ik ben Helene van As, lijsttrekker voor CDA, Boekstol Liem de Lennisheuvel. Wij zitten nu in de oppositie en we willen graag naar de coalitie de volgende periode. Welkom bij het programma Kies, met vandaag mevrouw van As. Welkom mevrouw van As, leuk dat u er bent. Ja, wij willen graag eerst persoonlijk kennis maken met onze lijsttrekkers. Omdat we het heel belangrijk vinden om ook de mens achter de lijsttrekker wat beter te leren kennen. Ja. En om die reden hebben we ook gevraagd of u ons een persoonlijk filmpje zou willen toesturen. Ja. En dat mocht over alles gaan, behalve de politiek. Ja, dat is gelukt. En dat is gelukt. Ja. Nou, ik wil voorstellen om daar eventjes samen naar te kijken. Hallo, ik ben Hélène, getrouwd met Peter en moeder van twee zoons. Wij zijn in Boekstel komen wonen vanwege de ligging, de natuur, alle voorzieningen en dit mooie centrum. Ik ben docent en druk met de politiek en ik word heel erg gelukkig van gezellige dingen doen met vrienden, familie, koken en nu ook van carnaval. Tot ziens! Nou, dat komt over bij mij alsof u echt nooit meer weg wil uit Boekstel. Dat klopt. Nee, dat we zijn hier nu 15 jaar geleden komen wonen. En we willen inderdaad hier nooit meer weg. Nee. Het is gewoon een warm bad waar we in terecht zijn gekomen. En we hebben hier ons leven opgebouwd. Ja. Dus heerlijk. Duidelijk, ja. En ik begreep ook dat u naast fractievoorzitter ook leerkracht Nederlands bent. Op welke school bent u dat? Op het Elder College in Schijndel geef ik Nederlands les. Ja. Ja. En dat vindt u leuk en ook goed te combineren met het... Ik vind het juist leuk om te combineren. Ja? Het ene is heel praktisch. Gewoon lekker met kinderen bezig zijn en met hun ontwikkeling bezig zijn. Ik ben ook mentor. En ik ga vaak met ze op reis en de algemene ontwikkeling. Het andere is gewoon het denken. Het denken en lekker ook in de praktijk met de politiek bezig zijn. Dus voor mij is het een prima combinatie. Prima combinatie. Het ene is 60%, zeg maar. Ik werk 0,6. En met 20, 25 uur raadswerk per week wordt het een volle bak. Maar ik vind het leuk. Ja. Goede combinatie. Had u nog wel tijd over voor uw vrije tijdsactiviteiten? Je moet soms te weinig. Ik sport te weinig, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar voor familie, vrienden en kinderen natuurlijk altijd. Ja. Ja. En als ik aan uw leerlingen zou vragen, God, beschrijf eens even hoe jullie docent is. Wat zouden ze dan zeggen? Enthousiast zeggen ze zeker. Ja? Af en toe in voor een lolletje, maar absoluut ook streng. Ja, dat moet ook. Dat moet ook wel. Ze moeten wel wat doen. Ja. Moet wel wat doen. Ze moeten wel wat leren. Ja, ja. Ja, ja. We gaan over naar politiek, want daar zijn we hier ook voor. En u heeft al gezegd, van de CDA bent u. U heeft als slogan denken, durven, doen. Proef ik daarachter enige irritatie over de daadkracht in de Boksterse politieke arena? Of? Ja, ik vind dat er meer gedacht moet worden en met name meer integraal gedacht moet worden. Mm-hmm. We denken soms in kleine stukjes. Dus net zoals het verkeersbeleid, dan mag je alleen denken over tongeren of alleen denken over iets anders. Mm-hmm. Het moet integraal zijn, het moet breder, het moet in breder perspectief. Mm-hmm. Dat is denken en dat hebben wij geprobeerd aan te tonen dat wij dat wel doen. Durven keuzes te maken, niet meer blijven praten en hangen, maar gewoon durven die knopen door te hakken en dan gewoon uitvoeren. Kunt u nog zo'n voorbeeld geven van zo'n integraal idee waar jullie het verschil maken ten opzichte van andere partijen? Nou, wij kiezen bewust voor het seniorenbeleid nu. We gaan voor leefbaarheid, woningbouw, de verkeersoplossingen en seniorenbeleid. Nu is 50% van de mensen zit 50 plus of hoger. 1/3 is 65 plus. Er is alleen maar aandacht voor de kwetsbare ouderen. Nou, dat kan niet. Je moet ook de stoepen en de rolstoelvriendelijke stoepen, zeg maar, waar ze in Liemt zo'n mooi voorstel voor hebben gemaakt. Dat moet ook. Je moet nadenken over alles. Niet alleen bij wonen, er moet iets over senioren komen. Maar bij alles. Bij alle programma's. En dan moet je op elkaar afstemmen. En dat moet niet overlappen, maar er moeten zeker ook gaten vallen. Ja. Dat is het integrale denken wat wij bedoelen. Ja, ik zag ook in jullie programma dat duidelijk naar voren kwam. Ja. Bij andere partijen zit dat meer verweven in het programma. Ja. Ik hoorde u in de intro zeggen, nou, wij zouden eigenlijk nu niet meer in de oppositie meer, maar heel graag in de coalitie. Ja. Maar stel dat andere partijen zeggen, nou, wij zien dat niet zo zitten met die ouderen. Is dat een breekpunt voor u?
Met die ouderen? Ja, nou, dat lijkt me wel heel raar als ze dat niet met die ouderen zien zitten. Nou, laat ik zeggen dat het minder prominent aanwezig is. We gaan over alles praten. Het gaat er nu om dat de kiezer stemt. En hoe meer stemmen we hebben, hoe meer wij kunnen zeggen en hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Dus daar wachten wij gewoon op af. Dus de kiezer bepaalt. Dus wij hebben niks te zeggen over breekpunten of niet breekpunten. En gaan ook zeker niet van tevoren alvast met partijen afspraken maken. Wat ik hoop dat andere partijen ook niet doen. Want het is de kiezer die straks gaat bepalen op 21 maart. Ik hoop dus dat heel veel mensen lekker naar de stembus komen en hun stem gaan uitbrengen. Ja. Want dat bepaalt het wel. Veel mensen zeggen het heeft geen zin, het is allemaal hetzelfde. Dat bestrijd ik ten zeerste. We kunnen echt verschil gaan maken. Dus daar, stem, maak uw stem. Op de website van het CDA, daar staat onder uw profiel, u hebt een eigen profielpagina met een stukje van uzelf en een foto. Ik zet mij in voor duidelijke en eerlijke politiek. Mijn vraag aan u is, waarom benoemt u zo specifiek eerlijk? Ontbreekt het daar nu wel eens aan? Leuke vraag. Nou, er wordt, als je het zo vraagt, zeg ik gewoon ja. Mm-hmm. Er wordt heel veel gezegd, we hebben mensen geïnformeerd, net zoals bijvoorbeeld het biomassaplein nu in Lennesheuvel. Dat valt rauw op het dak. En dan wordt er gezegd, er is wel geïnformeerd, 2013 of zo. Mm-hmm. Maar mensen worden niet meegenomen, dus dat is niet eerlijk. Je kunt niet een beslissing nemen op iets wat al jarenlang geleden een keer gezegd is en dan zeggen, dit is bekend. Mm-hmm. En het was zelfs niet bij raadsmensen bekend, raadsleden bekend. Het was zelfs bij SPIN, de werkgeversorganisatie, bekend. Heel Lennesheuvel stond van, wat gebeurt hier? Mm-hmm. Dat kan niet, dat is niet eerlijk. En dan wel die beslissing er opeens meekomen. Ja, wat gaan jullie eraan doen dat gaat veranderen? Mensen meenemen. Want hoe gaat dat dan? Hoe gaat het dan? Wat er nu gebeurt is dat er wel burgerparticipatie is. Mm-hmm. En die burgerparticipatie die duurt jaren. Mensen haken af. Want als je weet, en dat willen wij gaan doen, als je weet van we gaan het in een jaar doen. Dan kom je 6 keer bij elkaar. Dit is de scope, dit is het geld. Dit zijn jullie verantwoordelijkheden. Verzin. Maar geef ze niet de ruimte om alles te doen en ga er geen jaren over doen. Want dan haken mensen af en dat schiet niet op. Dus dat is eerlijker. Gewoon vertellen, dit kan niet. En ga met z'n allen denken. En dat doen we in 6 keer. En dan maken we stappen. Wij doen ons huiswerk als gemeente. En dan zijn we de volgende keer weer verder. En kunnen we beslissingen nemen met z'n allen. Je punt is helder. Dank u wel. Nog even een klein bruggetje. Tenminste, ik zie daar wel enige relatie. Als uw functie van docent. Stel dat u binnenkort een boek zou mogen schrijven. Ja, dat is een misschien droom. Ah, kijk, dan kunt u zich wel een beetje bij mijn vraag iets voorstellen, denk ik. Alleen dit boek zou gaan over de Boksterse politiek. Ja. Mijn vraag nu is, welke titel zou u dat boek geven? Het is een leuke. Welke titel zou ik het boek geven? Mag ik er zo op terugkomen? Ik vind hem leuk. Maar om nou gelijk een geweldige titel eruit te flappen, dat wordt hem niet. Ja. In ieder geval. Laat ik het anders niet vragen. Dat niet durven, niet doen. Oké, het is een wat breder titel, maar ik snap dat ik u overval met deze vraag. Het is natuurlijk lastig. Maar laat ik het eventjes omdraaien. Dan komt u zo meteen tot een nog scherpere titel. Nog scherper, ja. Ik zal proberen. Als we naar de inhoud van het boek zouden gaan kijken, waar zou het over gaan? Waar zou u nou echt over schrijven? Waar zou ik nu echt over schrijven? Als je het nu hebt, is het gewoon over de langdradigheid en ook de hobbyisme. Het hobbyisme? Het hobbyisme. Wat bedoelt u daar nou mee? Van het duurzaamheidsbeleid. Ja. Kunt u dat toelichten? Ja, dat is een hele scherpe weer. Er wordt nu heel veel geld uitgegeven en daarom hebben wij dat niet als punt opgenomen. Mm-hmm. Duurzaamheid staat natuurlijk wel in het verkiezingsprogramma, maar er wordt nu heel veel geld uitgegeven aan het hobbyisme. We hebben een biomassaplein, we hebben Krientech, die 2 containers die staan bij Helicon. Daar komen de Chinezen en de Canadezen, iedereen komt kijken, maar rent ook weer heel hard weg. Want wij lopen niet voorop. Er wordt bij ons continu gezegd, wij lopen voorop in duurzaamheid, wij lopen voorop in van alles. Mm-hmm. Maar wij lopen niet voorop. Want er is heel veel gepraat de laatste jaren. We hebben een wethouder die geweldig duurzaamheid en staat. En overal nergens praat. Maar als je nu echt nagaat wat wij hebben opgewekt aan energie bijvoorbeeld. Mm. En dat zou wel moeten, want wij moeten in 2030, de andere plaatsen om ons heen, 2040, 2050. We moeten in 2030 energie neutraal zijn. We zijn eigenlijk geen stappen verder. We hebben hele dure duurzaamheidsmanagers gehad. We hebben allemaal spannende projecten, hobby's gehad. Wij noemen het echte hobby's. Ja.
Als wij dat geld hadden ingezet voor de burger, voor mensen zoals jij en ik, dan hadden we veel meer stappen gemaakt. Met duurzaamheidsleningen, met subsidies op zonnepanelen enzovoort enzovoort. Wij zijn voor de praktische en de concrete dingen. Duidelijk. En niet voor alle hobby's. Ja. Kom maar eventjes terug naar waar we het net over hadden. Heeft u inmiddels nog een leukere titel bedacht? Een leukere titel? Ik denk het gewoon doen. Keuzes durven maken, want dat blijft nu hangen. En doen. Ja. Dus ik blijf ongeveer bij hetzelfde. Duidelijk. Ja, we komen bij een ander blokje uit van dit programma. En dat is een vraag die wij hebben gekregen van een collega-partij. Ja, ik ben benieuwd. Waar hoopt u op? Of hebt u geen voorkeuren voor partijen? Zeg maar, iedere partij. Kom maar. Nou, het is een partij, ja. D66. Oké. De vraag van D66 aan u is: bent u in Boksel de oudere partij? Bent u de oudere partij? Nee, we zijn een brede volkspartij. Mm-hmm. En de CDA staat voor alles. Wij denken altijd aan alles. Hè? Niet alleen om ondernemers, niet alleen over de mensen die het minder goed hebben, zeg maar. Maar we bekijken altijd alles integraal van alle kanten. Mm-hmm. Zoals ook ons verkiezingsleus. Maar als 50% 50 plus is, als 65% 1/3 van de bevolking 65 plus is, dan moet je daar echt wel een scherpe focus op aanbrengen. En daar is te weinig aan gedaan de laatste tijd. We zijn echt alleen maar voor kwetsbare ouderen uitgegaan. We moeten juist uitgaan van de kracht van ouderen. En ik denk dat we die beter kunnen inzetten. Maar mensen ook in hun kracht kunnen zetten en keuzes laten maken. Zo, woningbouw is een voorbeeld. Er is een projectgroep die al heel lang leurt om een plek, om een eigen woninglocatie te hebben en om het zelf op hun eigen manier te gaan doen. Nou, die blijven leuren. Mensen haken af. Hmm. Dus ja, als je dat zegt, zijn jullie de oudere partij. We hebben een scherpe focus op die ouderen. Ja, want ik zie ook in het programma van jullie staan dat jullie eigenlijk beginnen met het CDA kiezen. Nadrukkelijk voor leefbaarheid, woningbouw, verkeersbelastingen en seniorenbeleid. Ja. Het is wel zo dat het dan wel ontzettend prominent aanwezig is. Je dus vier onderwerpen noemt waarvan je zegt dat vinden wij het belangrijkste. Ja. En daar zit seniorenbeleid bij. Maar als je kijkt, bij seniorenbeleid hoort ook bijvoorbeeld die stoepen waar ik het over had. Mensen durven kunnen hun huis niet meer uit, want ze struikelen over die bomen en die tegels. Dat hoort daar ook bij. Maar dat is ook goed voor iemand met een rollator. Maar iemand met zijn kinderwagen en iemand die gehandicapt is. Dus alles wat daar goed voor is, is ook goed voor de rest. Maar als je het ouderenbeleid goed inzet en het seniorenbeleid en met name ook de werkloosheid onder ouderen. Want moet je kijken hoe heftig dat is. Mm-hmm. Als je vader of je moeder of iemand van 50, 55 plus 60 werklozen wordt en je moet nog verder. Nou, dat soort zaken, we moeten daar een goed plan voor maken. Duidelijk. En tot nu toe is het alleen woningbouw, kwetsbare ouderen. En er is anders een ander plan, kwetsbare ouderen. Ja, Zullen we naar vragen, was het nee, dus, kwetsbare ouderen. Ja, maar wij gaan voor breder. Duidelijk. Dus voor alle ouderen. Ja. Nou, dat is de vraag die we dus voor D66 hebben. Dus dan hebben zij bij deze het antwoord gekregen als ze deze uitzending kijken. Dan gaan we nu over naar het kiesmoment, hebben we dat genoemd. Wat houdt dat in? Ik leg je zo meteen een aantal vragen voor. En die vragen, die mogen alleen met een ja of nee worden beantwoord. Dat is altijd spannend. Ja. Dat is altijd spannend. Altijd leuk. Er is één escape. Okay. Escape klinkt misschien wel een beetje zwaar. Er is ruimte, laat ik het zo zeggen. Voor één vraag die u zelf mag kiezen, mag u een toelichting geven. Zeg van, ik moet nee zeggen, ja, dat wil ik er eigenlijk niet zeggen. Mag u er eentje uitzoeken? Ja. Dan ga ik u op het einde dat vragen. Ja, is goed. Is dat duidelijk? Ja. Oké. Dan komt de eerste vraag. Zou Boksel ook een islamitische partij in de gemeenteraad moeten hebben? Nee, dat denk ik niet. Ja. Sorry. Nee. Moet Boksel het processiepark achter de Sint-Petrusbasiliek restaureren en in ere herstellen? Ja. Moeten de dino's in Boksel gaan zorgen voor nageslacht? Ja. Moet het raadslid worden verboden om naar een openbare sauna te gaan? Nee. Liever een kleiner CDA met wethouder dan een groter CDA in de oppositie? Die wil ik graag uitleggen. Dus dat mijn escape is. Nou, ga u gaan. In de coalitie, met wethouder dus, kan je veel meer bereiken. Daar ben ik van overtuigd. Mm-hmm. Maar dat betekent, als we dan kleiner zijn, dat we minder stemmen hebben gekregen. Mm-hmm. Ja, dat dus is dat betekent dat we minder achterban hebben. Ja. En dat betekent dat de kiezer minder aan bod is.
Dus nee, wij gaan gewoon voor groeien en we gaan voor een wethouder. Oké, duidelijk. Nou, ik wil u heel hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. En ja, we sluiten nog net niet helemaal af. Okay. Want u krijgt nog de gelegenheid om zelf nog iets te zeggen. U krijgt zo meteen 30 seconden de tijd waarop u mag zeggen wat u wilt. U mag nog een toelichting geven op uw programma. Maar als u denkt, ik heb dan nog net iets met die stelling waar ik haar iets over wil zeggen. Nou ja, dat is uw kans. U mag daar over zeggen wat u wilt. Ik wil ook de kijkers bedanken. Bedankt voor het kijken naar dit programma. En dan zien we graag de volgende keer. En ik zou zeggen, pak de camera. Dankjewel. Hallo, het CDA staat voor leefbaarheid, verkeersoplossingen, woningbouw en seniorenbeleid. Wij gaan echt voor die leefbaarheid, met name blauw parkeren in het centrum hier. Maar de voorzieningen die wij willen behouden voor heel Boksel, er is heel veel bezuinigd. Wij willen dat beter inzetten, de eerlijke verdeling daarvan maken. Leefbare wijken, veilige wijken, dat is waar wij voor gaan staan. Wij gaan niet voor geldverslindende projecten zoals de stadskunstenaar. Wij gaan voor leefbaarheid.